Are you fucking crazy? Come on, man. No. Hey, you stupid idiot. You fuck my race. Het is de laatste dag van de Dakar van 2017, ook voor het Eurol VK MAN Rally Team. De heren gaan nog even een proefje doen van 60 kilometer. En daarna is het tijd om 700 kilometer te rijden richting de hoofdstad van Argentinië, Buenos Aires. Daar, zoals gewoonlijk, de podiumfestiviteiten en alles wat erbij hoort. Zo'n kort proefje. Je denkt altijd, ach ja, het zal wel goed komen. Maar het gevaar zit altijd weer in een klein hoekje. 300 meter. 200 meter. 100 meter, 2 ster bult. Hier 2 ster en erachteraan 1 ster. Hier nog een 1 ster. Meter, 1 ster bult. 1 ster bult. 500 meter, 2 ster bult. 300 meter, 200, 100 meter, 2 ster bult, hier zijn, 100 meter, daarnaast 2 ster, we steken zo schuin links over. Dus 2 ster. Veel sporen. 2 ster beter. Sentinel. Blijft 1 ster door de sporen. Oh, Peter! Kom er niet voorbij, hè. Hier haaks rechts. De finish van de special is in 2 kilometers, dus hij is not gonna let us pass. Haaks links. 200 meter haaks links. 100 meter haaks links. 2 kilometers. If you
if he let us overtake, I think we have a good chance to win. Then we can drive. Okay, 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 okay. Oh, close suck. Sorry. Sorry, guys. Kijk, kaart, kaart, stop, 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 stop. Are you fucking crazy? Hey, man. No, no, no. Hey, stop it, idiot. Leg even uit wat er gebeurde. Ik bedoel, uiteindelijk heb jij een systeem. Als je sneller bent, hou je op een knop, moet die ander aan de kant. Ja, en als kijk, de hele rally gebeurt dan een keer. Dat je één keer op de Sentinel kan drukken of twee keer. En dan snap ik dat je niet altijd... Hè, elke keer heeft hij ook omstandigheden. En dan kan het zijn dat ik even kort erbij kom en dat hij me daar niet laat gaan. Alleen hier was het zo overtuigend. We zaten gewoon, ja, ik denk 10 meter van hem af. En niet even, gewoon de, ja, meer dan de halve steeds. Hij heeft de klakson gewoon gehoord. Ik heb op het punt gestaan om hem een zet te geven. Maar ja, goed, dan ga je dingen doen die... dat is onsportief rijgedrag. Dat wil ik zeker niet veroorzaken. Maar hij maakt het ook gewoon gevaarlijk. Ik bedoel, hij was zelf ook ongevaarlijk aan het rijden. Of heel gevaarlijk aan het rijden. En waardoor hij ook bijna een andere auto raakte. Die ik ook bijna weer raakte. Dus het maakt het allemaal niet plezieriger op. En hij heeft gewoon ja, de laatste steeds. We hadden gehoopt om de laatste steeds een overwinning te kunnen gaan. We worden nu net derde. En dat had gewoon een plekje kunnen zijn. Maar goed, had. Dat is rally. De Dakar 2007 zit er dan op. Je kan nog even 700 kilometer richting Buenos Aires. De fijne verbindingsroutes. Samenvattend, ik proef er moet wat veranderen. Ja, er gaat een hoop veranderen. We hebben nu 6 jaar met dit concept gereden. 6 jaar geleden hebben we de team overgenomen van MAN. Samenwerking met MAN aangegaan om dit project door te zetten. Maar het is nu wel echt tijd dat er een nieuwe auto gaat komen. Dus er komen een aantal nieuwe engineers in het spel. Die zijn al begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe auto. En nou, met behulp van MAN en met behulp van de sponsoren hopen wij bij de volgende rally die gaat rijden met een nieuwe truck tevoorschijn te komen. Ik heb getrapt waar ik kon, maar ik zat er binnen 1 kilometer of 10 achter die Hino. En daar ben ik ook wel doodziek van. Dit was gewoon een proefje met 2 vingers in je neus wat kan winnen. En je zit gewoon 15 kilometer achter en een man ging uiteindelijk wel aan de kant. Maar ja, je hebt zoveel keer een stof gezeten in de 5 in plaats van in vol in de 8. Ik denk, godverdomme, mag nou niet één keer lukken. Ja, ik vloek een keer op tv, want ik ben even een beetje ja, zwaar teleurgesteld door heel het evenement en alles wat erbij hoort. En ja, goed, we zijn binnen. I feel good, track is condition nice. One more Dakar is finished. This is like one short more life. We are preparing for next Dakar. We have a lot of work for 1 year. See you in the next Dakar. Good luck. The Ural Baker MAN Rally Team is supported by the following companies. The Ural Baker MAN Rally Team supports Stop ALS for better research and treatment of the ALS neurological disease. Ja, Dakar 2017 zit erop. Een beetje bewogen jaar. Gekomen met de intentie om toch een podium te halen. Is niet gelukt. Dag 4 heeft ons een beetje de nek omgedaan. Ben je een beetje uit tempo. Dan organisatorisch is er ook wel wat fout gelopen. We zijn uitgereden, dat is blij. Is goed voor de sponsors. Goed voor het team. De jongens hebben dag en nacht gewerkt. Meer dan dag en nacht. Moet je ook dankbaar voor zijn. We komen zeker terug. We gaan dit jaar aan de auto heel hard werken. De bedoeling is om een paar kleine rallies te rijden, om die auto eindelijk eens op punt te zetten. De fining tuning en ja, laten we hopen dat Dakar 2018 echt het jaar van de waarheid wordt.